En zo eindigt het NCRV-programma op deze Koninginnedag. Morgenmiddag om 5 uur is de NCRV er weer via Nederland 1 met Kijkkast, het programma voor de kleuters. De uitzending wordt nu voortgezet door het NOS Journaal en een programma van de stichting Teliac. Dames en heren, ik neem vast afscheid van u. Dank voor uw belangstelling en graag tot ziens. Dames en heren, goedenavond. De Italiaanse regering heeft voor morgen een invoerheffing aangekondigd van 50%. Een maatregel die zeer ernstige gevolgen heeft voor de Europese gemeenschappelijke markt. Italiaanse importeurs moeten bij alles wat ze invoeren de helft van de tegenwaarde in geld storten bij de centrale bank in Rome. Het geld wordt daar een half jaar geblokkeerd zonder dat enige rente wordt vergoed. De maatregel geldt voor alle producten behalve grondstoffen en kapitaalgoederen. Italië is hiertoe overgegaan om verbetering te brengen in zijn uiterst zorgwekkende betalingsbalans. In februari vertoonde die een tekort van 1,9 miljard gulden. Dit is een gevolg van de stijging van de olieprijzen en van het feit dat de Italiaanse lire, die nu al ruim een jaar zweeft, in die tijd 70% minder waard is geworden. In EEG-kringen toonde men begrip voor de noodsituatie van Italië, maar tegelijk sprak men van een uiterst diepe ingreep en van een reuzenklap voor de gemeenschap. De West-Duitse minister van Landbouw, Ertl, noemde de Italiaanse maatregelen ernstiger dan de recente Britse eis van nieuwe onderhandelingen over de toetredingsvoorwaarden. De Europese exporteurs naar Italië worden zwaar gedupeerd. De Nederlandse uitvoer naar het land beloopt vele honderden miljoenen guldens per jaar. In de Verenigde Naties heeft Amerika voorgesteld 4 miljard dollar beschikbaar te stellen aan ontwikkelingslanden die het zwaar zijn getroffen door de economische crisis. Amerika zou zelf een belangrijke bijdrage willen leveren aan het fonds. Het plan werd ingediend op de afsluitende bijeenkomst van de grondstoffenconferentie. Eenzelfde soort plan hebben de EEG-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg aanbevolen. In samenwerking met de Verenigde Naties zouden de arme landen geholpen moeten worden die zijn getroffen door de gevolgen van de energiecrisis. In de Portugese kolonie Mozambique is de wetgevende vergadering ontbonden en de geheime politie aan de kant gezet. Dit is gebeurd op bevel van de militaire junta in Portugal. In het verleden hebben de geheime politie en het leger vaak oneenigheid gehad over de wijze waarop de Afrikaanse guerrilla-bewegingen in Mozambique moesten worden bestreden. In Mozambique worden massale aanhankelijkheidsbetogingen gehouden voor de junta in Lissabon. Hier zo'n demonstratie gisteravond in de hoofdstad Lourenço Marques. Er namen naar schatting 5000 mensen aan deel, blank en zwart. De Organisatie voor Afrikaanse Eenheid heeft de guerrilla-bewegingen vandaag opgeroepen en activiteiten tegen de Portugezen in Afrika op te voeren. Het Ethiopische leger heeft vandaag ingegrepen in een staking van PTT-personeel. Met 100 zwaar bewapende militairen werd een aanval gedaan op het hoofdbureau van de telecommunicatie in Addis Ababa. Het personeel hier was in staking gegaan om zijn eis tot vorming van een eigen vakbond kracht bij te zetten. De Ethiopische wet verbiedt personeel en rijksdienst zich te organiseren in bonden. Maar premier Makonnen heeft gisteravond gezegd dat er nieuwe wetten op stapel staan. Daarom had hij een beroep gedaan op het PTT-personeel om niet in staking te gaan. Door de staking waren de verbindingen van Ethiopië met de buitenwereld 10 uur lang verbroken. India heeft de laatste Pakistanse krijgsgevangenen vrijgelaten die sinds de oorlog van 1971 in Bangladesh vastzaten. Het waren 734 soldaten. De laatste die de grens overschreed was luitenant-generaal Abdullah Kaniazi, destijds bevelhebber van de Pakistanse troepen in Oost-Pakistan. Dan nog net een voetbalbericht binnengekregen. Feyenoord heeft in Birmingham met 7-1 verloren van Aston Villa. Het was een vriendschappelijke wedstrijd. Peter Russell scoorde het enige doelpunt voor de Rotterdammers. Het was toen 1-2. Aston Villa maakte daarna 5 doelpunten in 18 minuten. En dan het weeroverzicht van het KNMI.